Hallo, mijn naam is Ankie van der Pat. En mijn naam is Guus Hebbe. En dit is de Juma What's New webinar, aflevering nummer 21. Over de allernieuwste Juma weetjes. Ja, en wij Visma Circle streven naar een maatschappij waarin onderwijs en overheid transparant en toegankelijk is. Heel Nederland goed geïnformeerd dus, door jullie met behulp van onze software. En we krijgen nog meer hulp. We willen een warm welkom geven aan de gemeente Schagen, de gemeente Lochem en de gemeente Kempen Plus als nieuwe Juma-gebruikers met een voorlopige gunning. Welkom bij onze club van bijna 44.000 Juma-gebruikers, waarbij we vanuit de gemeente 3,7 miljoen inwoners, vanuit de waterschappen 5,3 miljoen inwoners en vanuit het onderwijs 400.000 studenten voorzien van informatie en moderne dienstverlening. Hallo allemaal en welkom alweer bij aflevering 21 van de meest enthousiaste webinarserie op het gebied van zakengericht werken. We zijn alweer in oktober 2023 beland en de blaadjes aan de bomen beginnen langzaam van kleur te veranderen. Velen zeggen dan tijd voor Halloween, maar zoals sommigen van jullie wel zullen weten staat ons hoofdkantoor in Zuid-Limburg in Sittard. En daar vieren ze een heel ander feestje in oktober. Daarover later meer. Om te starten mag ik een oprechte excuses doorgeven van onze technische man Wouter. Het ging niet helemaal lekker met de mailing over deze webinar en velen van jullie waren hartstikke scherp en wezen ons erop dat de datum niet klopte. Sorry, nou, fijn dat jullie er alsnog bij zijn. Maar waar zullen we het vandaag over gaan hebben? Nou, elke 3 weken is er een nieuwe release van Juma. Wat inhoudt dat je automatisch elke 3 weken de nieuwste updates van Juma ter beschikking krijgt. Elke 3 weken zou het zomaar kunnen zijn dat jouw Juma er net een beetje anders uitziet en weer net ietsje eenvoudiger werkt. Sommige van deze veranderingen, ja, die zijn heel erg zichtbaar en daarmee kom je ze gewoon tegen en kun je er vanzelf mee aan de slag gaan. Maar soms, ja, dan vallen ze gewoon wat minder op. En dan is het goed om even kort uitgelegd te krijgen wat er nou eigenlijk veranderd is en hoe je dat nou in je voordeel kan gaan gebruiken. De laatste tijd zijn er een aantal verzoeken doorgevoerd in Juma waar jullie al een tijdje om vroegen. Dus let zeker goed op om weer helemaal bijgepraat te zijn. We gaan beginnen met het eerste thema. En om te beginnen gaan we jullie een aantal verbeteringen en nieuwe functionaliteiten laten zien op het gebied van Juma formulieren. Het behandelen van een zaak en het publiceren van een document op het Juma klantportaal. En zoals jullie gewend zijn, doen we dit altijd aan de hand van een semi-realistische casus met een vleugje humor. Deze webinar heeft een iets wat Duits tintje gekregen, want elk oktober huisvest Sittard het grootste oktoberfest van Nederland. Op een kwartiertje lopen afstand van ons hoofdkantoor gaat men binnenkort 6 dagen helemaal los in een lederhose. Maar wat heb ik daar nou mee te maken, zul je misschien denken. Uiteraard zijn voor een dergelijk feestje vergunningen nodig en komen er bij een gemeente de nodige werkzaamheden bij kijken. Guus gaat je aan de hand van deze casus een aantal van de nieuwe updates in Juma laten zien. Ik zou zeggen, Guus, neem ons mee. Yes. Wij gaan een evenementenvergunning aanvragen, want inderdaad, zoals Ankie al vertelde, gaat het Oktoberfest hier in Sittard plaatsvinden. Nou, geen Oktoberfest zonder vergunning helaas. Dus we beginnen bij het aanvraag volgens het webformulier. Nou, we gaan inloggen met ons DigiD. Vandaag even namens meneer Dirks. En daar verschijnt mooi ons e-formulier. Nou, veel dingen zullen bij jullie al bekend zijn, maar er zijn een aantal nieuwtjes bij het e-formulier en die zal ik tijdens het invullen voor jullie benoemen. Vandaag het Oktoberfeest 2023. En natuurlijk is dat in Sittard. Op de markt vindt die plaats. We gaan even inzoomen. Daar is hij. Op de markt in Sittard. Nou, heel mooi. We zijn een beetje laat met aanvragen, want het is al aankomende week. Maar dat geeft niks. Ze zijn heel soepel hier in het zuiden. Hier zien we een klein nieuwtje in de webformulieren.
We hebben namelijk een verwachte winst, wordt hier gevraagd voor het evenement van het Oktoberfeest. Maar wij hebben geen echte winst in positieve gelden, maar onze winst is in de culturele verrijking van ons als deelnemers van het Oktoberfeest. En onze verwachte winst is dus negatief. En dat wordt dus min 10.000 euro. Vroeger kon je alleen positieve winsten invoeren of positieve bedragen invoeren. Maar nu kun je dus ook negatieve bedragen invoeren. En soms is dat wel handig. En dan gaan we verder naar beneden. En daar worden de bijlagen gevraagd. Nou, allereerst is het natuurlijk belangrijk dat we even een verkeersplan indienen. Dus dat gaan we doen. Het verkeersplan wordt toegevoegd. En daarnaast ook nog het draaiboek. En het draaiboek is nogal uitgebreid deze keer, met allemaal mooie plaatjes en grote bijlagen. En daarom hebben we een vrij groot bestand, zoals je kan zien, wel bijna 32 MB. Nou, dat is wel te doen, want we hebben onze bijlagengrootte vergroot naar dus 32 MB. Dus ook wat grotere bestanden kunnen tegenwoordig worden toegevoegd aan de webformulieren. Nou, hier kunnen we eventueel nog extra formulieren of extra bijlagen uploaden. Als ik een aantal keer nog, even ter voorbeeld, nog wat meer draaiboeken toevoeg, dan zul je zien dat op een bepaald punt hij een waarschuwing geeft. De gezamenlijke grootte van alle bijlagen mag namelijk niet meer zijn dan 128 MB. Ik ga ervan uit dat voor de meeste aanvragen dat ruim voldoende gaat zijn. Maar weet dus dat de maximale grootte van alle gezamenlijke bijlagen tegenwoordig is verhoogd naar 128 MB. En de individuele bijlagen 32 MB. Deze kunnen even weg. En dan kunnen we onze aanvraag gaan indienen. Onze aanvraag is ingediend. Dus we kunnen verder in Joomla. Zo, en dan zijn we nu weer terug bij het vertrouwde Joomla, want we willen natuurlijk onze aanvraag gaan behandelen als behandelaar zijnde. Nou, dit is het bekende dashboard. Wat misschien voor sommige mensen al was opgevallen, is dat de icoontjes hier aan de linkerkant en op andere plekken in Joomla een beetje zijn aangepast naar weer een nieuwe frisse stijl. Dus misschien was het sommigen al opgevallen, maar het heeft een beetje een nieuwe look. En ik wil nog een andere leuke tip meegeven. Ik ga even naar een nieuw tabblad toe. En ik heb hier bij mijn favorieten een linkje naar de afdelingsbak gezet. Ik klik daarop en ik kom dus direct in de afdelingsbak van mijn afdelingen terecht. En je kunt dus verschillende linkjes naar verschillende plekken in Joomla op die manier als favoriet in je browser kiezen. Waardoor als je dat aanklikt, je meteen naar die plek toe gaat. Dus bijvoorbeeld plekken waar je vaak komt, zoals die afdelingsbak of misschien mijn zaken, kun je als favoriet toevoegen. Misschien zelfs op je bureaublad zetten, dat je in één keer daarheen kan en niet door heel Joomla hoeft te klikken. Let er natuurlijk wel bij op dat je af en toe nog een keer op het dashboard kijkt om te zien of er nog bepaalde dingen voor jou relevant zijn die op het dashboard staan. Goed, we zijn dus bij mijn afdelingen beland en we gaan met de zaak, de evenementenvergunning, gaan we bekijken. Hij staat al mooi klaar. Nou, hij is inderdaad toegewezen. En we gaan nu onszelf als behandelaar toevoegen. Vandaag ben ik even Jelle. En als Jelle ga ik deze zaak behandelen. Dus ik markeer hem als behandelen in behandeling genomen. Mooi. Nou, om deze zaak te kunnen behandelen gaan we een aantal dingen doen met onze documenten. En zoals je al zag bij de aanvraag hebben we ook een verkeersplan is ingediend door de aanvrager. En dat verkeersplan dat willen we even bekijken. Daar hebben we even naar gekeken en er moet van alles gebeuren. Er moet een wegafzetting komen. En we willen even een collega daarna laten kijken. Dus we gaan hem even aanvinken, het verkeersplan.
En we gaan vragen om een actie. Actie. Kan je even meekijken naar het verkeersplan? En we kiezen daarvoor collega Anki. En we zien hem meteen onderin verschijnen. Dus dat is hartstikke mooi. Anki kan hier, krijgt dus nu een melding dat ze deze, naar deze actie moet gaan kijken. Maar misschien heb ik me bedacht, want ik moest helemaal niet Anki hebben, maar iemand anders. Of ik heb een fout aangeklikt. Moest eigenlijk een akkoordvraag doen. Nou, dan hebben we een nieuwe toevoeging gedaan. En dat is het prullenbakje hier rechts. Die geldt voor actie, akkoord, ondertekenen. Zodra je hem hebt aangeklikt, kun je hem ook weer verwijderen als je je hebt vergist. Dus stel, ik heb denk van, oh nee, dat is toch helemaal niet nodig. Ik heb het allemaal goed bekeken. Dan kan ik hem ook weer verwijderen, wat heel handig is. Bedenk wel dat als die actie eenmaal is uitgevoerd of als akkoord is gegeven, dat dan het verwijderen natuurlijk niet meer kan. Maar als het nog niet is gebeurd, dan kan je hem altijd nog verwijderen. Nou, dus we hebben het verkeersplan gekeken. Hij is helemaal goed. Maar wat we nog even moeten doen, is dit verkeersplan laten ondertekenen door een externe betrokkene, namelijk de politie. Want de politie die gaat dat allemaal uitvoeren, dat verkeersplan. En daar willen we graag een handtekening van de commissaris hebben. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst even een extern betrokkene gaan koppelen aan deze zaak. Voeg even een belanghebbende toe, de politie. En je ziet, we hebben al een contactpersoon, namelijk de commissaris genaamd Piet Snor. En die gaan we toevoegen aan onze zaak. Nou, we hebben onze politieman Piet Snor toegevoegd als externe betrokkenen. En we gaan dus door naar de documenten om Piet Snor het verkeersplan te laten ondertekenen. Ik ga dus deze selecteren weer. En bij het knopje ondertekenen kies ik via Valid Sign. En wat dus nieuw is, wat we voorheen niet kon je alleen maar interne medewerkers kiezen om te laten ondertekenen. Nu kun je ook externe betrokkenen laten ondertekenen. En in dit geval kiezen we dus de gekoppelde persoon Piet Snor van de politie. Eventueel zou je ook nog gekwalificeerd kunnen laten ondertekenen, maar dat is in dit geval zeker niet nodig. Dus ik klik op ondertekenen. En je ziet dat onderin het scherm de handtekening is gevraagd. Hartstikke mooi. Nou, ik wil weer even overzicht op mijn tijdlijn. Je ziet dat hier ook mooi verschijnt. En ik ga even een notitie toevoegen. Dat de ondertekening is uitgezet. Kan natuurlijk van alles zijn, verschillende notities. Maar waarom wil ik nou even dat laten zien? Jullie weten allemaal dat als je een notitie toevoegt, dat die alleen maar verschijnt als ik het vinkje hier links op de tijdlijn aanzet. Dus dat ga ik even doen. Maar wat veel door jullie werd gevraagd, is dat als ik nu wegga uit mijn zaak of ga naar een andere zaak toe, dan wordt die instelling weer gereset en dan is dat vinkje dus weer uitgezet. Nou, daar hebben we naar jullie geluisterd, naar jullie wensen. En we hebben dit dus aangepast. Dus die vinkjes, zoals je die hier instelt, dus ik zet bijvoorbeeld notities aan, maar je hebt bijvoorbeeld ook de toekomstige fase of misschien zelfs documenten die je op je tijdlijn wil zien. Als je die hier aanvinkt, dan onthoudt hij die instelling voor al je zaken. Dus ik ga nu naar een andere zaak of ik ga even weg en ik kom weer terug. Dan onthoudt hij dus die instellingen. Hartstikke fijn. Nou, een laatste dingetje wat ik jullie even wil laten zien is, dan gaan we weer terug naar het tabbladje documenten. En even voor onze demo ga ik even deze handtekening verwijderen. We gaan er even vanuit dat Piet nog helemaal akkoord is met het verkeersplan. En we willen dit verkeersplan nu terugplaatsen op het klantportaal, zodat ook de aanvrager kan zien dat hij is goedgekeurd. Daarvoor vink ik hem natuurlijk weer aan. Voor de oplettende kijker was dit misschien al duidelijk, maar de knopjes bij het aanvinken van documenten zijn wat aangepast.
waar voorheen heel veel knopjes uit elkaar waren getrokken en dus een hele brede lijst van knopjes was, hebben we nu een aantal knopjes samengevoegd. Denk bijvoorbeeld aan die vraag om. Dat is dus een drop-down lijstje geworden, vraag om akkoord en vraag om actie. Waarom is dat nou? Nou, Joomla is zich steeds aan het ontwikkelen en er komen dus ook steeds meer knopjes bij. En op een gegeven moment wordt het zo'n lange lijst dat het niet meer overzichtelijk is. En met die uitbreiding komt dus ook dat we bepaalde knopjes gaan samenvoegen, waaronder dus die vraag om akkoord en actie. Een ander nieuw dingetje wat ook misschien was opgevallen, is dat er een knopje publiceren is. En dat knopje publiceren hebben we dadelijk nodig voor het klantportaal. Voorheen waren jullie gewend dat dit knopje bij de documenten zelf stond. Dus dan kon ik hem aanvinken en dan werd hij op het klantportaal gezet. Maar wat we terugkregen is dat dit een te laagdrempelige stap was. Dus alleen maar een vinkje en hij stond meteen op het klantportaal. We hebben dit een iets hogere drempel hiervoor opgeworpen, zodat je iets bewuster bedenkt van hey, ik zet dit nu op een klantportaal. Nou, in dit geval het knopje publiceer. Je ziet dat er twee verschijnen. Ankie zal er dadelijk nog iets meer over vertellen over dat publiceren. Ik ga in dit geval naar het klantportaal publiceren. Je ziet dat ik het goede document heb voor de laatste check. En dan ga ik hem ook daadwerkelijk op het klantportaal zetten. Nou, dat waren weer alle nieuwe functionaliteiten die ik vandaag aan jullie wilde laten zien. En gaan we weer terug naar Ankie. Dus, samengevat. Aan een Joomla-formulier kunnen nu grotere bijlagen toegevoegd worden en er kan een negatief bedrag ingevuld worden. Bij een zaak worden de vinkjes bij de tijdlijn nu onthouden en kan je acties weer verwijderen en kan je via ValetSign of VismaSign nu ook externe vragen om een handtekening. Weet wel dat ValetSign en VismaSign optionele modules zijn waar sommige organisaties wel en sommige organisaties geen gebruik van maken. Last but not least zien de knoppen bij documenten op een zaak er iets anders uit. Jullie zagen hier een nieuwe publiceerknop om documenten op het klantportaal te kunnen plaatsen. Nu vraag je je misschien af waarom staat daar niet gewoon klantportaal in plaats van publiceer. Nou, dit komt omdat we alvast een paar stappen vooruit gedacht hebben. We zijn een heel eind met de ontwikkeling van ons nieuwe product Open Info. Een platform waarop productief documenten geproduceerd. Een platform waarop proactief documenten gepubliceerd kunnen worden volgens de nieuwe richtlijnen van de Wet Open Overheid. In de toekomst zal het dus niet alleen mogelijk zijn om via de publiceerknop te publiceren op het klantportaal, maar ook te publiceren op Open Info. Binnenkort zal er een Joomla Watts nieuw webinar komen waarin Open Info uitgebreid aan bod komt. Door naar het volgende thema. Met zo'n groot feestje om de hoek is het natuurlijk hartstikke leuk om een teamuitje te organiseren naar het Oktoberfeest. Nou is een dergelijke activiteit organiseren nou niet typisch iets om in Joomla te doen. Het is een behoorlijk dynamisch in plaats van een gestructureerd proces, waardoor werken in een programma als Microsoft Teams logischer kan zijn. Dit betekent echter niet dat Joomla helemaal niet meer nodig is. Guus gaat je de laatste updates laten zien rondom de integratie van Microsoft Teams met Joomla. Yes. We zitten in Teams, zoals je kan zien. Ankie vertelde het al. We gaan een teamfeest organiseren. Dit is een beetje een dynamische samenwerking en dat is dus niet een zaak specifiek. Maar er kunnen natuurlijk wel zaken uit voortkomen. Dus we gaan naar Teams toe. En in Teams heb ik een team aangemaakt voor het teamuitje, voor het Oktoberfeest. We gaan natuurlijk naar het Oktoberfeest. En je ziet, het ziet er gewoon uit zoals je gewend bent in een Teams. En voor de bekende gebruikers van Teams met Joomla zie je dat er een kopje zaken is. En onder dat kopje zaken zien we dus wat voor zaken er gerelateerd zijn aan dit team. Vanuit dit kopje kunnen we ook nieuwe zaken toevoegen of bestaande zaken toevoegen. Nou, we gaan een nieuwe zaak toevoegen. En we gaan het zaaktype kiezen, inkopen, producten en diensten. Want we moeten natuurlijk voor het teamuitje wat leuke attributen hebben. Dus we gaan lederhozen aankopen. Nou, omschrijving is dus aankopen, lederhozen voor het teamuitje.
Nou, dit ziet er allemaal hetzelfde uit zoals je gewend bent in Joomla. Dus we gaan gewoon door naar de volgende. Ik koppel mezelf als behandelaar. En zo klikken we, net als gebruikelijk, door onze tabbladen heen. En we registreren hem. En je ziet, hier verschijnt onze zaak in Teams. Nou, wat kun je daar dan aan mee? Want het is natuurlijk heel mooi dat hier die zaak staat. Maar wat doen we hier nou verder mee? Nou, we hebben natuurlijk in ons team allerlei verschillende bestanden staan die te maken hebben met het teamuitje. En een aantal van die bestanden willen we ook gaan gebruiken in onze zaak. Want die willen we natuurlijk goed bewaren, goed opslaan in Joomla voor in het archief. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld de offerte lederhozen, de aanvraag van de inkoop. Nou, die willen we in onze zaak gaan zetten. Dus we gaan weer even hierheen, het kopje zaken. En we vinken de zaak aan. En we gaan documenten toevoegen. Als ik dan klik aan voeg document toe, dan gaat hij de bestanden die in Teams staan onder het kopje bestanden, die gaat hij ophalen. Nou, in dit geval willen we deze en de offerte willen we toevoegen. En je ziet, ik moet nog even een document typen, meegeven, de offerte en de aanvraag. En ze worden opgeslagen in Joomla. Hartstikke mooi. Nou, dit is tot nu toe, als het goed is, bekend bij iedereen die de Teams-koppeling gebruikt. Een mooie nieuwe toevoeging die we hebben gedaan is bij het kopje bestanden in Teams. Is nu mooi zichtbaar dat dit bestand ook in Joomla staat. Dus je ziet hier bij de naam staan dat er een Joomla documentnummer, dus Joomla en daarna het documentnummer zoals die in Joomla staat, is toegevoegd in de naam. Dat hebben we gekozen zodat het altijd goed zichtbaar is. Omdat die naam altijd goed zichtbaar is, kun je dus altijd zien dat dit bestand ook in Joomla staat. En zo is het makkelijk om bij te houden waar welke bestanden zijn gezet. Nu willen we onze zaak gaan bekijken in Joomla zelf. Dus we gaan weer terug naar het kopje zaken. En als we hierop klikken op de zaak, dan opent hij automatisch de zaak in Joomla. Nou, als we dan naar het tabblad documenten gaan, dan zie je dat de twee documenten die we vanuit Teams hebben toegevoegd, hier in Joomla zichtbaar zijn. Hartstikke mooi, hij doet het. We kunnen ook hier in Joomla zien dat er een koppeling is van deze documenten met Teams. Namelijk links van het documentje is een Teams logootje zichtbaar. En als we daarop klikken, dan zie je dat de documentversies in de twee platforms zichtbaar zijn. Dus links zie je Microsoft Teams en rechts Joomla. En je ziet ook mooi welke versie er is toegevoegd en hoe die in verhouding staat tot Joomla. Dus in Teams hebben we nu versie 1.0 en in Joomla is dat document ook 1.0. Maar stel je hebt bijvoorbeeld in Teams een 2.0 versie die je in één keer toevoegt aan Joomla, dan wordt dat in Joomla natuurlijk een 1.0 en in Teams een 2.0. En dan is het mooi zichtbaar hoe deze twee versies met elkaar corresponderen. Hartstikke fijn. Wat nog meer mooi is toegevoegd in de nieuwe release, is onder het tapje context. Nou, dan was het al zichtbaar voor de teamleden dat hier onderin een samenwerking is in Microsoft Teams. Dus als je dus met deze zaak bezig bent en je gaat naar context, dan zie je van hey, er is hier een team van, deze zaak is aangemaakt vanuit Teams. Voorheen was dit alleen maar zichtbaar voor de mensen die ook zelf daadwerkelijk in dat team in Microsoft zaten. Maar nu is dat voor alle mensen in de organisatie die toegang hebben tot deze zaak, is het zichtbaar dat er een samenwerking is. Stel je wil toegang tot die team, dan kan je dat vanuit Teams gaan aanvragen om je aan te melden aan dat team. Natuurlijk denken misschien sommige mensen, hoe zit het dan met vertrouwelijkheid? Nou, in Teams zijn alle kanalen sowieso zichtbaar. Dus vanuit daar kon je het sowieso al zien, maar nu is het ook toegevoegd dat je het in Joomla kan zien. Hartstikke fijn. Terug naar jou, Ankie.
De integratie van Microsoft Teams met Joomla is uiteraard een integratie die optioneel door jouw organisatie afgenomen kan worden. Vaak gaat het werken met deze integratie gepaard met een aantal werkafspraken die in jouw organisatie gelden. Wie weet dat Guus zojuist net iets anders te werk gegaan is dan hoe het bij jullie afgesproken is. Denk er dan aan dat je deze nieuwe handigheidjes wel toepast binnen de afspraken die jullie hebben over het gebruik van Microsoft Teams met Joomla. Voortaan is het in ieder geval loud en clear welke documenten in bijna applicaties staan en kun je via Joomla zien welke documentversies er geweest zijn. Daarnaast kan voortaan iedereen in Joomla zien als er een gerelateerd Microsoft Teams kanaal is bij een zaak. Mits dit kanaal een openbaar team betreft natuurlijk. Nou, dit was hem alweer voor vandaag. Jij bent weer helemaal up-to-date over de laatste functionele updates van Joomla. Vergeet niet om deze nieuwtjes te delen met je collega's. Ik loop nog even naar de bank samen met Guus om af te sluiten. Hey Guus. Hey Ankie. Zo, dat was hem weer, hè? Dat was hem weer. Weer een Joomla What's New webinar. Yeah. Over 6 weken zijn we er weer. En dan zijn we er met aflevering 22 op 23 november. En die gaat over het lang verwachte thema SEO. Kijk er naar uit. Ja, nou, vooral kijk jij zeker uit naar aanstaande vrijdag. Dat ook zeker. Oktoberfest. Komt helemaal goed. Fijne dag. Hey, wat leuk dat je gekeken hebt naar onze webinar. Laat je ons nog even weten wat je ervan vindt. Dat kan je doen door of hieronder of hiernaast te klikken op de link. Je hoeft alleen maar een cijfer te geven. Dankjewel.